Het afgelopen seizoen heeft u naar diverse afleveringen van Jonge Goudse kunnen kijken, waarin diverse onderwerpen aan bod kwamen. Vandaag kijken wij terug naar een compilatie waarin wij deze onderwerpen nog even onder de aandacht brengen. Vandaag gaan wij op pad om meer te weten te komen over jongeren en tatoeages. En wie ons hier meer over gaat vertellen is Arno Thiele. Wat is nu eigenlijk de minimumleeftijd voor een jongere om een tatoeage te zetten? Nou, wij hanteren 9 van de 10 keer 18 aan. Jongeren tussen de 16 en 18 die moeten dan toestemming van de ouders hebben. Dus die moeten een toestemmingformuliertje invullen. En als we twijfelen, vragen van een ID-kaartje. Vrijdagavond, en dat betekent dat net als de meeste jongeren, ook de jongeren hier in Gouda vanavond gaan stappen. Maar hier in Gouda zouden de jongeren massaal frauderen met hun legitimatiebewijs om hun favoriete kroeg of café binnen te komen. Wij van Jonge Goudse gaan op onderzoek uit. Frosty the snowman was a jolly happy soul. With a corn button nose, eyes made out of coal. Zo, die gouden knop ingedrukt. De hele wist. Ga niet vervelen dan, hebben jullie een bandje. He was made of snow, but the children. Ik wens iedereen een fijne en gezegende kerst. En dat iedereen veel liefde mag geven en ontvangen van de mensen waarvan jullie houden. En gelukkig nieuwjaar. Super, dankjewel. For when they placed it on his head, he began to dance. Zo, je staat hier in Gouda. Wat ga je hier doen? We kijken hier zeg maar naar een kerstverhaal wat wordt gespeeld door beroemde mensen. Roshan gaat op bezoek bij VSO De Ark. Een school voor jongeren die een verstandelijke beperking hebben. Hallo allemaal! VSO De Ark telt ongeveer 90 jongeren. Wat voor soort verstandelijke beperking ze hebben verschilt van persoon tot persoon. En daarom krijgen ze hier speciale begeleiding. In Nederland zijn er voldoende zangtalenten als we kijken naar de talentenshows. Maar hoe kan je je zangtalent vergroten? En kun je ook zonder talentenjacht je brood verdienen met je stem? Dit vragen wij aan Anne Marten en haar zangdocenten Malou. Ik zit hier met Marjolein Schulenklopper van sportschool van Den Edel Fun to be Fit in Gouda. En ik wilde je een paar vraagjes stellen over hoe het nou zit met de apparaten die jongeren kunnen doen. Je kent het wel. De zenuwen gieren door je lichaam. Maar hoe zorg je ervoor dat je toch een positief gesprek hebt? Niet zenuwachtig zijn. Dat is wel belangrijk, want anders ga je stotteren en dat soort dingen. Maar hoe ga je met die zenuwen om? En waar moet je dan op letten? So fucking what? Lars, we gaan vandaag voor het eerst met de TomTom rijden. Dus als je zover bent, mag je starten. Dan ga je proberen TomTom te volgen.
bring the action. Zachtjes doen, want het is nog vroeg, 6 uur om precies te zijn. De radio staat zacht, maar ik zou zeggen, zet hem harder, want we staan op de markt in Gouda. 538 voor Wartjel. Mensen heeft gewoon direct te maken met oorlog. En dan denk je, wow, het is wel heel dichtbij. Nou, het is heel bizar dat wij het hier niet kennen, zeg maar. Maar je ziet er altijd wel beelden van, maar zelf beseffen we het niet in de weg. Ik ben heel benieuwd of de Goudse jongeren weten wat dit is. Nou, we zullen het zien. Zou ik het mogen vragen? Hebben jullie enig idee wat dit is? Een steen? Ik heb geen idee. Nee, het is een stolperstein. En wat is? Ja, gewoon een steentje. Ja, een steentje met wat ijzers eromheen. Dat weet ik niet. Heeft u enig idee wat dit is? Dat zijn de stolperstijnen. Kijk, u weet het! Je keek naar een compilatie van Jonge Goudse van het afgelopen tv-seizoen. Dit betekent niet dat het team van Jonge Goudse stil blijft zitten, want wees gerust, het team van Jonge Goudse zal tijdens de zomerstop van Goudstad TV gewoon door blijven gaan. Je kan het team blijven volgen via de website www.jongegoudse.nl. Tot de volgende keer!